Speciaal voor iedereen die wil groeien in geloof en in het volgen van Jezus Christus, maakt de Transworld Radio deze serie onder de titel Volg mee. Vrijdag. Een mooie dag om het te hebben over stille tijd. Ook door de studies over delen vanuit je stille tijd, ontvang je onderwijs om een discipel van Jezus Christus te worden. Een discipel van Jezus Christus houdt regelmatig stille tijd. Als je een leerling op een school bent, wordt er van je verwacht dat je elke dag op school komt, behalve op zaterdag en zondag. Ik ga ervan uit dat je elke dag hebt kunnen luisteren naar de programma's van Volg mij. Je hebt dan ook elke dag in de afgelopen week stille tijd gehouden. Vandaag wil ik met je delen wat ik de afgelopen week vanuit mijn stille tijd heb geleerd. Van maandag tot en met donderdag had ik elke dag stille tijd vanuit een Nieuw-Testamentisch Bijbelgedeelte. Ik moedig je aan opvallende zaken op te schrijven en met je eigen aantekeningen te vergelijken. We hebben al eerder gesproken hoe een discipel van Jezus Christus stille tijd kan houden. Maar als het zo uitkomt, zullen we daar een aantal onderdelen van herhalen. Als we de doelstelling voor deze uitzending en die van volgende week samenvatten. Dan komen we tot het volgende. 1. Ik deel een aantal waarheden vanuit mijn eigen stille tijd. En 2. Ik probeer een aantal moeilijke vragen te beantwoorden. Het onderwerp voor vandaag en volgende week is. Een discipel deelt wat hij leert vanuit Matthäus 1, vers 1 tot en met 4, vers 11. We gaan eerst kort in op de vraag. Hoe kan een gelovige stille tijd houden en op welke manier kan hij dat delen met anderen? Het hebben van stille tijd betekent dat een gelovige elke dag van de week een tijd van omgang met God reserveert om daarin persoonlijk een bepaald Bijbelgedeelte te lezen en te overdenken. Zo'n tijd voor God noemen we ook wel stille tijd. In het kader van het programma Volg mij. Overdenken we elke dag een ander Bijbelgedeelte? Een eenvoudige vorm voor het houden van stille tijd is de favoriete waarheid methode. Deze methode bestaat uit vijf stappen. Stap 1. Bid en vraag God om tot u te spreken. Stap 2. Lees de aangegeven Bijbeltekst uit het programma van die dag. Stap 3. Kies uw favoriete waarheid. Het is de waarheid. Het vers of de tekst waardoor God tot u spreekt en uw denken stimuleert of uw hart raakt. Stap 4. Mediteer over uw favoriete waarheid. Mediteer door de volgende vier dingen te doen. Ten eerste, denk na over de betekenis van de verschillende woorden. Ten tweede, vraag God wat Hij tegen u wil zeggen. Wat komt er na dit gebed in uw hart of hoofd op? Ten derde, verbind uw favoriete waarheid met uw leven door een praktische toepassing te maken. Ten vierde, schrijf de belangrijkste gedachten van uw overdenking of meditatie op in een log of dagboek, zodat u ze met anderen kunt delen. Stap 5. Bid uw favoriete waarheid voor uzelf en daarna voor iemand uit uw gezin of iemand dichtbij. En tenslotte. Bid uw favoriete waarheid voor iemand ver weg. Als u een ontmoeting hebt met een vriend of een vriendin of met andere christenen uit uw celgroep of bijbelstudiekring, deel dan om de beurt de overdenkingen van een van uw stille tijden. U kunt ook proberen om vragen vanuit de aangegeven teksten te beantwoorden. In het vervolg zullen wij het onderwerp stille tijd verder uitwerken en er voorbeelden van geven. We gaan nu een aantal overdenkingen delen vanuit Matthäus 1, vers 1 tot en met 4, vers 11. Daarbij zullen we de aantekeningen gebruiken van onze persoonlijke stille tijd om waarheden en lessen vanuit de aangegeven teksten te delen en opkomende vragen te bespreken. Uit Matthäus 1. Wil ik een aantal gedachten delen over het geslachtsregister van Jezus Christus? We lezen in Matthäus 1, vers 1. Jezus Christus kwam uit de familie van David en Abraham. Hier volgt de lijst van zijn voorouders. Waarom is de vermelding van de lijst van voorouders of de stamboom van Jezus van belang? Evangelist Matthäus schrijft in opdracht van God. Het Matthäus-evangelie speciaal voor de Joden. Daarom gebruikt hij vaak het Oude Testament. Matthäus begint met Gods belofte aan Abraham en David, twee vaders van het volk Israël. 2000 jaar voor de geboorte van Christus beloofde God aan Abraham: In uw zaad zullen alle volken van de aarde gezegend worden. De lijst met voorouders uit Matthäus toont. Dat Jezus Christus de vervulling is van deze belofte. Hij is de nakomeling van Abraham, waarmee Gods belofte aan Abraham in vervulling gaat. Door Jezus Christus is God begonnen al de volken van de aarde te zegenen. Duizend jaar voor Christus beloofde God aan David, we lezen het in 2 Samuel 7, vers 16: Want in jouw familie zal altijd iemand koning zijn. En in het lied van Davids laatste woorden zegt David: Ik ben David, de zoon van Isaï. Ik maak de mooie liederen voor Israël. De God van Jacob heeft mij uitgekozen. Hij heeft van mij een machtige koning gemaakt. De Heer helpt me om goede dingen te zeggen. Hij geeft me de juiste woorden. De God van Israël beschermt mij. Hij heeft tegen mij gezegd: een goede koning regeert eerlijk, hij luistert altijd naar God en hij is goed voor zijn volk, net zoals de zon goed is voor de aarde, de zon die alles laat groeien. Ik ben zo'n goede koning geweest omdat God mij hielp en God heeft me plechtig beloofd dat mijn familie voor altijd zal regeren. Nooit zal dat veranderen. God zal daarvoor zorgen, Hij zal mij helpen. En daarom ben ik gelukkig. De lijst in Matthäus met de voorouders van de Heer Jezus laat zien dat Jezus de vervulling is van die belofte. Door de Heer Jezus Christus is God begonnen een eeuwig koninkrijk op te zetten. waarin alleen rechtvaardigheid woont. Het vervolg van het Evangelie van Matthäus vertelt hoe deze beloften worden vervuld. De stamboom van de Heer Jezus toont ook dat God de geschiedenis van deze wereld beheerst. In al deze generaties waren er veel moeilijkheden, oorlogen en vijanden die probeerden de voorouders van Jezus te vernietigen. Maar Gods plan faalde niet en kon niet falen. Niemand kon Gods plan om door de Heer Jezus Christus mensen te redden, stoppen. Dat blijkt uit de stamboom van Jezus Christus en zijn geboorte en leven hier op aarde. In Romeinen 5, vers 8 lezen we: Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. Dat is het bewijs dat God van ons houdt. En na het lijden van Christus, zijn sterven opstanding en hemelvaart, is Gods regering van de wereld en haar geschiedenis niet opgehouden. Ook mijn persoonlijke levensgeschiedenis wordt door Hem bepaald. Ziet u Gods hand in de leiding van uw leven? Er is in Matthäus 1 nog een gedeelte dat ik graag met u wil delen. Daarin gaat het over de namen van Jezus Christus. We lezen in Matthäus 1, vers 20 tot en met 23. Toen kreeg Jozef een droom. In die droom. Zag hij een engel van de Heer die zei: Jozef, nakomeling van David, luister. Je kunt rustig met Maria trouwen, want het kind dat zij verwacht is van de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen, je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen en hij zal Immanuel genoemd worden. De naam Immanuel betekent God is bij ons. 700 jaar voor Christus Profeteerde de profeet Jesaja dat er in de toekomst een bijzondere persoon geboren zou worden en dat zijn naam Immanuel zal zijn, wat betekent God is met ons of God is bij ons. Over deze bijzondere persoon lezen we in Jesaja 9 vers 5 en 6. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. En zo zullen de mensen hem noemen Wijze bestuurder, sterke God, vader voor altijd, koning van de vrede. Zijn macht zal steeds groter worden en er zal altijd vrede zijn. Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn, een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk. Zo'n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig. De machtige Heer zal daarvoor zorgen, het zal zeker gebeuren. God zelf neemt in Christus de menselijke natuur aan en openbaart zich in Jezus Christus aan ons mensen. In Christus woonde God als mens onder ons. De bijzondere persoon moet Jezus worden genoemd, wat betekent Hij zal Zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden als ik de bijbel lees ontdek ik dat de bijzondere persoon die wordt bedoeld de heer Jezus is hij is degene die Immanuel wordt genoemd omdat Jezus onze ziektes en onze pijn heeft gedragen omdat hij geslaagd is zijn wij genezen god heeft hem uitgekozen en hem gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen en om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn, om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien, en om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Met hem begint er een nieuwe tijd. Hij kwam wonen bij verloren mensen om hen te zoeken, te vinden en te redden. Jezus Christus is, God is bij ons. Hoe meer ik de Heer Jezus ga kennen, hoe meer ik God ga kennen. Opmerkelijk dat we na dit gedeelte lezen, in Mattheüs 1, vers 24, over Jozef: toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had. En in het vervolg wordt nog toegevoegd: Hij nam Maria bij zich als zijn vrouw, maar hij had geen gemeenschap met haar totdat Jezus was geboren. Het moet voor Jozef een hele schok zijn geweest. Om te merken dat Maria een kind verwachtte. Wat zouden de mensen zeggen? Maar nadat de Heere God via een engel aan Jozef had uitgelegd dat het kind dat Maria verwachtte van de Heilige Geest is, vertrouwde en gehoorzaamde Jozef de Heere, ongeacht wat de mensen ervan zeiden. De Heilige Geest had de menselijke natuur van Jezus in de macht Maria gelegd. Een discipel van Jezus zal hetzelfde doen en zeggen: Ik wil Gods opdracht voor mijn leven op mij nemen en God vertrouwen en gehoorzamen, ongeacht wat andere mensen erover zeggen of denken. Volgende week gaan we verder met het delen van ontdekkingen en gedachten uit Matthäus 2. Volg mij, een serie Bijbelstudieprogramma's van Trans World Radio. Speciaal voor iedereen die wil groeien in geloof en in het volgen van Jezus Christus.